Hey. Ik ga mijn oordopjes even aan de lader doen. Het klinkt heel raar, maar mijn is aan de Bluetooth. Vandaar. En we gaan weer hardlopen vandaag. Volgens mij doe ik best wel vaak hetzelfde de laatste dagen. Ik ga heel flash plegen en zo weer niet terug. Wat is dit met mijn haar, joh? Ik zeg je, ik moet gaan ontbijten. Ja, ik ga even lekker tosti maken. En dan ga ik deze van een lader. Doei. Maar het is echt heel kut al de hele tijd. Ik heb even besloten dat ik een kleiner rondje ga doen. Dat ik dat dan elke woensdag doe, een kleine rondje. In ieder geval door de week. Misschien op een maandag kan dat op zich nog wel een lang rondje. Dus echt 5 kilometer. Dit doe ik omdat ik eigenlijk ook elke dinsdag en donderdag dans. Ik heb helemaal mondjes nu. Dus dit doe ik omdat ik elke dinsdag en donderdag ook dans. Dinsdag doe ik dancehall, donderdag doe ik hiphop. En ik wil niet, zeg maar, mijn knieën ook overbelasten en zo. Dus daarom doe ik dan op een woensdag wat minder. Nog even kijken op hoeveel ik uiteindelijk uitkom. Want ik weet wel wat ik ongeveer dan wil lopen. Dan wordt mijn rondje denk ik 1/4 kleiner of zo. Dus 3/4 van wat ik normaal loop. Dus dat valt nog wel mee. Dat zit al rond de 3,7 kilometer of zo denk ik. Het is nu 10 over 10. Ik moet nog even wachten tot mijn eten echt goed gezakt is. En dan kan ik gaan hardlopen, maar ik ga alvast mijn hardloopkleren aandoen. En ja, ik heb trouwens net, oh mijn arm wordt echt lang, net op Insta een vraag gesteld of jullie vragen hebben over liefde. Wat ik lijkt me wel leuk. Kijk, de post was: hey lieve mensen, aangezien ik heel vaak vragen krijg over mijn liefdesleven of over liefde en jongens überhaupt, dacht ik, ik ga al jullie vragen beantwoorden. Dus vraag je iets af, wil je tips? Of heb je een andere vraag rondom dit onderwerp? Stuur mij dan een DM. Zaakjes, je blijft anoniem. Dus, ik ben benieuwd wat jullie allemaal gaan vragen. Ik ga me nu even omkleden en dan zie ik jullie zo. Nou, ik ben er klaar voor. Ik heb mijn sportkleding aan. Ik heb nu een kort broekje aan. Zoals je kan zien. Ja, ik, want je kan nu echt niet hardlopen met een lange broek. Het is echt warm volgens mij. Ja. Ik zit er wel een beetje mee dat zeg maar, de scholen zijn weer begonnen. Dus met de middelbare school. En mensen gaan dus met de bus. En de bus die komt best wel vaak langs als ik aan het hardlopen ben. Laten we hopen dat er niemand is die ik ken. Yay. Ik heb hard gelopen en ik heb weer dit leuke gymsuitje aan. Ik vind hem gewoon super chill. Hij zit ook echt super lekker. Ik moet even kijken wat ik wil even weer een tosti maken, maar dan een soort panini achter. Oké, blijkbaar hebben we dus geen mozzarella meer. Dus ik heb wel Capri-Sun gevonden. Lekker kaas schaven. En kaas erapsen. En koekjes erapsen. En kaas. Ik vind wel jonge kaas echt heel lekker. Oude kaas ook wel hoor. Ik kook ook van genieten, maar mijn tosti hou ik wel van oude jongen. Tipsy, wil jij een stukje kaas? Kom eens even hier, schat. Mijn kaas. Kaas? Ja, nu is hij gevallen, schat. Ligt hier. Kijk eens. Lekker smakken. Vind je het... Oh. Vind je het lekker? Zo. Ander stukje nog.
Je hebt wel nog heel veel eten, dus misschien moet je dat ook gaan opeten. Wij geven tippen verder trouwens helemaal geen. Zeg maar, als we vis eten, lust geen vis op een of andere manier. Echt een beetje een gekke kat. Maar, ja, we hebben wel eens een stukje forel gegeven of zo. Maar dat eet hij dan niet. Dus, nou. Kaas blijkbaar wel. Je hebt ook van die katten, dat hoor je wel eens, dat katten dan gewoon groente eten. Ik denk dat mijn kat, als we hem dat zouden geven. We geven hem ook geen melk of zo hoor. Dat lijkt helemaal niet heel goed voor katten te zijn. Ik hoop nou niet dat ik allemaal haters krijg die dan wel melk aan hun kat geven. En dan zeggen, is echt wel goed. Dat heb ik heel vaak. Als ik dan iets zeg, oh dat is niet. Of wel, zeg maar, dan zeg ik iets. En andere mensen zijn het niet. Of mijn vrouw zijn man. Dan zeg ik iets en andere mensen zijn het er niet mee eens. Ik krijg echt vet wel haat. Lekker. We hadden echt een hele berg nog in de koelkast liggen. Vast vergeten. Al mijn jeugd. Heel lekker. Nou, ik ga even eten. En dan ga ik vanmiddag met mijn moeder naar het dorp. Wat drinken en even gewoon kleren kijken en zo. En ja, dat is ongeveer mijn dag. Ik moet denk ik ook nog even een vlog gaan editen of zo. Dus dat is een beetje mijn plan voor de dag. En morgen is het een beetje hetzelfde. Dan wil ik even weer kijken of ik een cover kan gaan opnemen. Wow, hij viel bijna. Ik heb hem in mijn hoofd tegen. Morgen heb ik ook weer lekker hip-hop. Love It. En Joelle die gaat als het goed is daar even filmen. Dus dat is top. Dan zien jullie ook echt een beetje de les in plaats van alleen maar de choreo's en zo. Dus ik zie jullie zo. Hi, ik ben weer terug. Al een tijdje. Ik heb ook al avondgegeten. Gaat weer goed dit vloggen. Ja, gaat op. Ik zit echt super charmant. Nou, zeg maar, ja. Okay. Ik moet even wat doorgeven aan Google. Daarom ging ik er boven. En toen dacht ik, hey, vlogcamera. Ik wilde eigenlijk wat even gaan vloggen in het dorp bij het. Wacht even voor. Ik wilde gaan vloggen in het dorp bij waar mijn moeder en ik zaten. Maar dat ben ik toen ook vergeten. Ik dacht, ja. Mijn moeder heeft gewoon wat gekocht. Ik heb niet echt iets gekocht. Alleen zilver shampoo. Verder ga ik morgen mijn Q&A over liefde opnemen. Allemaal vrienden van mij lopen te fucken met. Ik had zeg maar gezegd van ik ga een Q&A over liefde. Zijn vragen, wil je tips, bla bla. Dus ik krijg gewoon gelijk weer vragen van wie was de laatste met wie je afgesproken voor een achternaam. Ja, ik vind het grappig, maar jullie vinden het waarschijnlijk niet grappig. Ja, weet je dat? Een beetje, zeg maar, mensen stelden daar vragen over, maar dat kan ik ook niet hardop zeggen, want het is ja, verder niet zoveel te vertellen. Ik ben trouwens 9 september op de Open Studio Dag. Ik weet niet of jullie dat al weten. Daar ga ik optreden, misschien met dansen, misschien niet. Met dansers is het natuurlijk altijd 10 keer leuker. Oh ja, dat moet ik nog even zeggen, Amy. Ja, leuk, leuk, leuk. Ik heb een nieuwe agenda gekocht. Ik vind dat fijn. En gewoon mijn agenda. Daar ga ik zo meteen even alles inzetten wat ik de komende weken heb. Nou, het is vooral. Ik zet daar denk ik mijn to-do-lijstjes vooral in. Want ik heb hier. Kijk. Hier heb ik gewoon mijn. Hallo. Ja, hier heb ik gewoon mijn agenda op. Dus ja. Hè? Oké, ik ga naar beneden, doei.